Goedemiddag allemaal. We staan vandaag weer op locatie. Niet bij ons thuis, maar we zijn ook eens in een winkel, bij de Messenwinkel in Antwerpen. Ik wou eens een korte video maken over het stuk van de aanschaf van een nieuw scheermes. Iemand die met het scheren met een open scheermes wil beginnen. En die inderdaad geïnteresseerd is in de aanschaf van een nieuw scheermes. Wat zou je uiteindelijk als advies, wat zou je daar inderdaad voor kunnen gaan doen? Weerom, mijn mening is nog altijd, een scheermes, een open scheermes kopen, dat is een compagnon voor het leven. Als je eentje aanschaft en je verzorgt het goed, heb je daar een leven lang plezier van. Dat is meestal iets wat ik liever nog in een echte winkel ga ruiken, snuffelen, bekijken en inderdaad advies over inwinnen alvorens ik de aanschaf zou gaan doen. We gaan dus het woord even laten, dan dacht ik wel eens interessant aan een professionele verkoper. Dit is Robert van de Messenwinkel. En hij gaat ons even eens wat advies geven over wat hij inderdaad mensen adviseert die een eerste scheermes willen gaan aanschaffen. Ja, moet ik erover zeggen. Er bestaan heel veel speciale scheermessen, heel veel indrukwekkende scheermessen, scheermessen met speciale eigenschappen en zo. Maar als je er nu mee begint, zou ik zeggen, hou het iets of wat bescheiden. En zorg ervoor dat je iets goed koopt. We weten ook dat er heel veel vreemde dingen op de markt zijn. Dingen waarvan zegt, dit lijkt op een scheermes, ja, maar het scheert eigenlijk voor geen meter. We komen heel veel tegen, vooral uit landen zoals China, Pakistan en dat soort dingen. Er komen al straal dingen over en zo. Dus altijd heel hard mee oppassen. Nu, een scheermes heeft wel een prijs, want zo eenvoudig is dat niet om te maken. Je hebt ook heel veel know-how voor nodig en zo, heel veel ervaring. En het is altijd goed van bij de, zou ik zeggen, de gevestigde merken te blijven. Hè. Daar zit een beetje verzekerd tegen rare dingen. Nu, de grootste van allemaal is natuurlijk Glovo, een van de oudste fabrieken. Die zijn het altijd blijven maken. Die zijn er ondertussen zo ontzettend goed in geworden, dat er eigenlijk bijna geen andere tegen kan. Dat is, ze overtreffen gewoon iedereen. Dat wil niet zeggen dat je daar absoluut moet doen. Tegenwoordig ook enkele, merken doen. Uiteindelijk zijn die asantraces, die beuker is natuurlijk tamelijk goed bezig. Terrissuin is ook prima tegenwoordig. Dat is zo'n merk dat eigenlijk terug opnieuw is om te beginnen, niet helemaal. Rond 1880 gestopt en dan begin 2000 zijn die eigenlijk terug begonnen. Die is altijd dik in de problemen, want al die know-how, die was er niet meer. En die mensen die dan af te vroeger, ja, die waren er ook niet meer. Ja, en om dan opnieuw te beginnen, is niet gemaakt. Nu, de Glovo-missen zijn er al schil. Die zijn het altijd blijven doen. Op 6,5 zijn ze wel willen stoppen, want de vraag was niet meer genoeg. Maar in elk geval, vanaf 2000 is dat weer in volgorde opgeschoven, zodanig dat ze tegenwoordig zelfs niet kunnen volgen. Dat is wel heel veel problemen mee. Nu, bij Glovo hebben ze één ding, en ik heb het ooit meegemaakt in het begin. Die hebben van al de modellen die ze hebben gemaakt in al die jaren, die hebben dat beschreven in een boek. En die boeken zijn alweer zo groot, in grote schrift, en bij elk type model stond daar een tekening bij en dat zijn prachtige dingen voor die dieke boeken. De eerste keer toen ik hier kwam, dan stond ik daar al in de bureau met een tas koffie in de hand, en ik was gewoon weer een boek op te doorbladeren. Er stonden bijvoorbeeld tabellen in de smeten. En je moet weten, zo, een afwijking van 2, 3, 4 graden bij het smeden, dat geeft de slecht mis. Dus dat is heel belangrijk. Dus ze waren een beetje bang dat de concurrentie het zou bemachtigen. Dus wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben gewoon alles in een glas gelegd. Dus je kunt ze niet meer zien. Sorry. Nu, om een paar dingen te laten zien van Glovo, en zeker voor mensen die, pas beginnen, gaan we het heel bescheiden. Eens kijken waar we zitten. De zwarte, de goedkoopste. Nee. Vroeger, het moeilijke van zo'n scherm is niet alleen met, maar dat zal niet meer ook. Het moeilijkste is die halsluiting hier. En dat is eigenlijk heel moeilijk. En dat gebeurde vroeger in tuinhuisjes. Door boeren in de winter. Als ze niks te doen hadden, het was te koud, dan begonnen ze dat te doen. En dat was eigenlijk met een machine met twee slaapwieltjes. En er gingen ze dat doorzetten.
totdat dat goed was. En ze controleerden dat ook in de duim. Die duim die zei van, nou, ja, weet ik niet. Dat was dus een consensus. En dat was dus heel moeilijk. Nu hebben ze het laatste jaar ongeveer, of misschien nog iets meer, bij Dovo een ongelooflijke oplossing gevonden. Ze hebben dat ding geautomatiseerd. En je moet je dat eigenlijk voorstellen. Men heeft een lange soort machine met een soort schuif erop. Men stopt dat vol met een mist. Dicht. Die machine, ik weet niet hoe lang, 20 minuten of zo daarna, alles dat er terug uit. En dan hebben ze massa's limieten met de perfecte hoofdslag. Ja. Tot op de micron juist. Dat wil zeggen, vroeger, voor de goedkoopste messen, daar deed men iets minder zijn best voor. En voor de heel dure gingen ze tot het uiterste. Nu, met die nieuwe machine is dat allemaal geen probleem meer. Alle messen zijn goed. Dus als je de goedkoopste koopt, de Dovo, je hebt prima mis. Gewoon, er komt niks tussen. Je moet er niet aan twijfelen. Dat is wel een voordeel van een Dovo. Het staat heel stevig in zijn lift. Perfect hoek voor te kunnen problemen bewerken. Dat kun je heel vlug en makkelijk doen. En dat komt door je angaliër. Iedereen denkt dat is om te vast te nemen. Dat klopt. Maar als je dit erin duwt, en dit komt gelijk, dan staat het weer prachtig. Dan staat het mis in zijn gevoel, zeggen ze. Ja. Dan ben ik dat wel goed. Dus, niet veel zin. Je koopt zijn doven, voilà. Ik heb geen andere dingen nodig. Natuurlijk, gelukkig voor ons. Heb een mensen wat is graag iets meer. En al de tijd kopen ze een tweede mes, of zelfs als een eerste mes. En dan heb je hele leuke dingen. De tweede goedkoopste. En dat is een verkeerde, dat is een andere lijn. Waar zit die? Dat is goedkoop. Het is moeilijk, je kennis soms zo groot. Hier. Een van de meest populaire mensen van de Dovo, een Ebony Silverstone. Hij heeft al een Ebbe AVF'tje, voelt iets zo lekker aan. En er zit al gouddruk op het debit. De rug is mooi bewerkt. En eigenlijk voor een paar euro's meer betaald. Hier zit dan ook zilverstaal. Ik zou er niet te veel van aanzetten. De zilverstaal is eigenlijk gewoon wat mensen ook wel eens gereedschapstaal noemt. Dat is iets taaier. Er gaat veel meer kroon, maar in het gebruik worden dat eigenlijk niet. Dus dat is eigenlijk een prima ding. Dan volgen er zo een aantal modellen die iets minder populair zijn, maar eigenlijk wel onderschat worden. Dus bijvoorbeeld imitatie schildpad. Eigenlijk een prachtig mis. Om op de schildpad zijn ze anders te krijgen. Wel met die RSA. Maar wel het vast. Het is meer een pak. Testen. Er zijn dingen bij. En om een idee te hebben. Het komt van dieren die 180 graden leven. Daarvoor benauwd zijn. En die tot heftjes verwerkt zijn. Dus ze zijn nog te verkrijgen, maar het heeft al 1% van de 2000 euro. Dus dat is wel niet voor beginners. Ja. Om er nu nog enkele populairder te noemen. Dat is de zilverkip, niet de kleinste, want die is... De pakhout, dat is eigenlijk gelaagd goud. Hè. Hier heeft hij een rood kleurtje. En dat heeft zwart op planet. En dat is eigenlijk een soort kleur die belet dat u dat roest zou kunnen optreden. Of dat dan meer zwarter wordt. Dat is ook lekker. Met dat veel vast te nemen, gaat koolstofstaal. Dat is een koolstofstaal. Dat gaat donkerder worden. Ik vind dat niet erg. Dat is een beetje zoals winters bij mensen, denk ik. Dat hoort erbij. Maar voor sommige mensen is het een ramp als het iets donkerder blijft. En om helemaal te maken, kijk, hier een lijfhout. En daar hebben ze gewoon alles. Als je dat zo doet, dat is voor de mensen die aan het meestal kruisen. En zo gaat dat maar voor. En om er nu een heel deel over te slaan, je hebt bijvoorbeeld speciale dingen. Maar dan kun je door alles gaan. Heel mooi. En dat zijn prima klanks. Ik heb er juist gezegd, ze hebben al die limieten zo dun mogelijk proberen te maken. En met de prima klanks,
dat is een aparte serie, dat gaan ze proberen nog dunner te maken. Met als gevolg dat er een heel veel lunetten zijn die dunner kunnen zijn. Daarom dat die ook iets dunner zijn. En zo'n scheermessen die heel dun gemaakt zijn, en dat ben ik bij mijn vroeger wel eens een senior-wezer, of een reservoir chanfant, die zouden dus meer lawaai maken. En men zegt dat, maar het is niet makkelijk om te doen op een hangriem. Je kunt het zodanig doen dat je, als je heel goed kunt horen, een fluit kunt maken. Is dat nu belangrijk? Voor beginners zeker. Dat heeft eigenlijk een kleine zin. En dan gaat dat naar de luxe modellen natuurlijk, met prachtige materialen. Heel dun gemaakt. Dat is een beetje een parade paletje. Maar dan zit er wel een verschil. Dus als beginner, wat zou je kunnen doen? Een paar vormen. Voilà. Serieus zwart, goeie koers. Hetzelfde hebben we ook van andere merken. Bijvoorbeeld, een beuker. Eigenlijk juist hetzelfde. Maar een fractiebeuker. Ze zijn niet slecht. Je hebt ook de Thiers Saars en de Kriën en de Sienliggen. Nee, dat is een beetje. En Thierry Stijn vooral chiquere modellen, groter, breder, binnen slagswaarde zou ik zeggen. Kijk, als ik er hier zo'n binnen heb. Dat is een real chique messen. Maar ze hebben ook gewoon een beginnersmodel. Maar ze hebben ook gewoon een zwart model. En dat is aan het rekening mee houden, die Franse messen zijn een beetje anders geconcepteerd. Die, zou ik zeggen, zijn iets stijf, maar veel gladderen op de laatste. Dat geeft een klein verschil. Voor de simmerij. Dat is nog heel stevig in het hef. Dus zeker voor mensen die beginnen, die toch rustig wel bewegen. Maar sinds er zo'n mocht van merken, je hebt Ralf Aust, je hebt Wakkers, meneer Wakker, ook heel leuk die dingen. Meneer Wakker moet het niet hebben van beginnende scheiders, die moet het hebben van meer ervaren scheiders. Dus die gaan brede modellen, speciale modellen, speciale drukken erop en zo. En die hebben van mij een zeer simpel gedaan. Meneer Wakker is nu heel lang. Hoe zullen ze zo'n werken? Wat hebben we nu nog van mogelijkheden? Bijvoorbeeld messen die niet nieuw zijn, maar oud zijn. Bijvoorbeeld zonding, of kleur van de kleur. Een eenvoudig scheermes. Eigenlijk wel heel mooi, een beetje 50s. En je ziet dat de messen dat gelinkt wordt. En dat zou een sculptuur van mij komen. Een speciaal soort staal. En het rauwe van dat staal is, dat is heel taai en bestand eigenschappen. Dus men heeft altijd staal eruit gehaald wat in mij. En daar wil je onder andere heel veel wapens mee. Dat kan het tegen stoten tegen. Wat er opvalt is dat gelimt heel erg. Maar in 52 is de mijn gesteld. Niet genoeg euro, dus dan is dat enorm. En dan brengt dat niet op. Nu, in het begin van dit jaar, van 16, heb ik een mail gekregen. Heel vreemd, zo in het Zweeds en in het Engels. En dat was toch wel een blijde. En dat zeggen ze, wel, de belangstelling voor het scherm is al een toenemen. En we zijn van plan om een van de gangen, de bovenste gangen, van die brug in gebruik te nemen voor de bovenste. Nu moet je goed weten dat men in Duitsland, in de jaren 50, zat men ook in een zonder estetische staal. En die hebben eigenlijk Duits groepstaal gebruikt om verschermissen te maken. Maar die hebben hun techniek enorm verbeterd. Dat was echt geweldig wat die hebben gedaan. Dus die hebben eigenlijk met slechte staal een heel goed schermis. Als je nu de combinatie zou vinden, de sculptuur en staal, en de techniek van die Duitsers, dan wordt het een droom, hè. Dat moet geweldig zijn. Te verwachten in 2018? Ja, het zal wel zoiets zijn, zeg ik. Dat valt. Zoiets in gebruik nemen, dat is zo simpel. Ja? Dus ik zou zeggen,
Waar hebben we dan aan keuzes? Celine Zwart, niet ontwijfel. Wilt je iets leuker en mooier? Dan heb je de Ebony. En nu zijn we dan op de Lieder hier ook nog altijd. Inderdaad. Gaan we er nog zulke? Denk ik niet. Denk ik niet. Zo, nog eens zulke. Oeh, hier is het. Voilà. Dat zijn eigenlijk de meeste fantasie. Ja. Terecht, hè? Ik merk hier. Je weet, vind je wel ergens iets? Hè? Ja. Zoals die dingen. Die vaar, die taal. Mooi, maar vandaag dat ook weer niet meer. Of toch weer ethisch verkrijgbaar, als ik het zo zeg. Om goede reden. Of een heel oud of zo, hè. Maar ja, dat zijn dingen niet gebruiken. Dat is zo vreselijk gemaakt, hè. In die periode was dat high-tech, maar dat is nu totaal achterhaald natuurlijk. Het is wel leuk voor in te krijgen. Zeer zeker. Voilà. Dit is dus ongeveer zo wat het advies van een professionele verkoper ons zou geven. Dus zoals je hoort, de instapmessen, daar is zeker niks verkeerd mee. Voor een dovo bijvoorbeeld. Je kunt nog altijd kijken naar ietsjes meer decoratie afhankelijk van je budget. Maar maak natuurlijk zelf vooral uit en zeker maak een goede doordachte beslissing weerom. Een scheermes kopen, je kan er een leven lang mee gaan doen.